Wij gaan oude TikToks beoordelen. Ja, en het zijn er echt super erg dat we hebben teruggevonden. Dit was jouw allereerste TikTok, Noah. Ik kan niet meer. Oh my god. Nee. Ik schaam hier echt voor. I'm gonna show you love. En leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ben ik hier niet met Jens, maar met... Noah! En jij bent mijn... Nicht. Yes, Noah is mijn nicht. Voor als jullie haar niet kennen, jullie kunnen haar volgen op TikTok. @noke_dl, denk ik. Dus ga dat zeker doen. We hebben ook een paar leuke TikToks samengemaakt. Op haar account en op mijn account. Dus check die zeker. Maar wat gaan wij vandaag doen, Noah? Wij gaan oude TikToks beoordelen. Van... Ja. Haar en van mij en ook van samen. Ja, en het zijn er echt super erg dat we hebben teruggevonden. Dus we gaan die aan jullie laten zien en we gaan daarop reageren. Maar voordat we gaan beginnen aan de video, vergeet natuurlijk geen duimpje omhoog te doen. Noah, wat is de like goal voor vandaag? 10.000 likes. Oké, mooi rond getal. 10.000 duimpjes omhoog. We zijn heel benieuwd of we dat kunnen halen. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal. En laten we dan maar snel beginnen aan de video. Ik heb een beetje... stress wel voor al die cringe TikToks te zien. Ik ken niet echt, want zijn niet zo lang geleden nu ook weer. Nee, jawel. Ja, er zijn er van echt 4 jaar geleden bij, maar ook van bij toen Noah. Toen ik 3 was of zo. Ja. En nu ben jij hoeveel? 8. 8, ja. Dus echt van 5 jaar geleden bijna. Maar oké, laten we maar beginnen. Let's go! Oké, de eerste die we gaan bekijken is eentje van mij. Ja, let's go. I really gotta hold on. Savannah, dat was echt hoeverbord. Ja, dat was echt die tijd van het hoeverbord en ik reed dan echt een rondje. Je had ook krulletjes. Ja, ik had lang haar toen. Oké, maar Savannah, die. Oh my god, de volgende is in mijn Jens. Ben je er klaar voor? Ja. Jens was ook zo klein, hè? Die komt klaar voor. Ja, oké. De volgende is een van Noah. Oeh. Dit was jouw allereerste TikTok, Noah. Ik kan niet meer. Ben je er klaar voor? Let's go. All I wish I could do for you. Get you out of this room. 3, 2. All I really want is one more second with you. Oh. Je was kei schattig, Noah. Maar het enige wat ik doe is blauw. Maar ja, je was kei jong. 2017 staat hier, dat is 4 jaar geleden. Toen was ik 4. Toen was je 4 jaar. De volgende is een van ons samen. Ik denk van 2 jaar geleden. Ik denk dat ik al weet welke. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Allebei zo'n vlechtjes, dat is kei cute. En hebben zo'n jurkje. Oh, die is schattig, hè? Ja, dat is eigenlijk nog best goed gedaan. Ja. Maar alleen, mijn gezicht doet er altijd zo. Oh my god, de volgende Noah, daar kom jij ook in. En daar komt Jens ook in. En jouw twee broers komen daarin, nee. Dus mijn neven. En deze is echt zo erg. Oh my god, oké. Okay. Let's go. Oké. Hoezo kwamen wij zelfs op het idee? Kom, we gaan ons allemaal schminken in pandas en we doen een kussen onder onze t-shirt. Ja, dat is de bom! Wat een leuk idee! Oh my god, zo cringe! Oké, ik heb er nog één van ons allemaal. Hetzelfde groepje. En deze is ook best wel gênant. Watch him roll it, watch him go. 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 He be rolling down the street. He be rolling to the beat. He be rolling down the street. He be rolling to the beat. Oh my god.
eentje van mij alleen. Ah, dan kan ik hartelijk. Ik hoop van niet. Eigenlijk ja, die is wel nog die zou cool. Je nu ook wel kunnen posten hoor. Het is wel grappig, cool. Het is lollig, ja. Het is leuk mensen. Maar je zou denken, dat is voor Halloween, maar dat is zo gefilmd in januari. Dus ja. Het was niet eens Halloween, maar oké. Okay. Noah, ben je er klaar voor? Nee. Die heeft niks door. Ik heb niks door dat je filmt mij. Ik had mijn iPad zo bij. En ik zag dat hier zo een ding was. Dus ik zette dat erop. Ik drukte erop en er was een pitty. En die papa had dat niet door. De volgende is een van ons twee. Maar mijn andere nicht, Linte, is daar ook bij. Linte. Mijn oma in begin. Ja, en dan knippen die zo eigenlijk van dat die oma jong is. En dan ben ik dat. Ja, dat was ons idee. We veranderen oma in Noah. Dat was het idee. Maar ja. De volgende is weer een van mij. En ik weet al dat deze heel cringe en erg is. Let's go. Ik doe niks meer in de video. Dat is echt gek. Ik zat daar echt langer om die video te maken, maar dat trekt denk ik op niks. Ik snap nothing! De volgende is weer een waar we samen zijn. En Linte is er ook bij. En we hebben alle drie hetzelfde aan. Ik. Toen. De volgende is eentje van Noah alleen en deze is erg. Oké, ik heb nog eentje van mij die echt heel raar is. Deze video slaat nergens op. Ik spring over mijn kat. Ik schaam hier echt voor. Ik heb er nog eentje van mij. Die is nog safari, zeg. Noah heeft hem uitgekozen en ze wou echt dat ik hem liet zien aan jullie. Het is wel grappig. Ze vindt hem grappig, maar ze vindt hem ook wel cool, hè? Ja. Ik vind hem een beetje raar. Ik weet het niet wat ik ervan moet denken. Doe maar. Maar we gaan kijken. And now your song is on repeat and I'm listening on to your heartbeat. Ik heb er al lang aan gewerkt, maar ik weet zelf niet hoe je dat moet doen. Laat me weten in de reacties wat jullie ervan vonden. Want zij weet het niet echt. Nee. Nu gaan we er eentje bij mij doen. Je deed tenminste een goede pose. Nee, ik deed dat totaal niet zo. Maar het was I'm a unicorn. En dan zo.
Cute! Laat weten in de reacties wat jullie ervan vonden. Oké, de laatste TikTok en daarna nog een special volgens Noah. Het is eentje van ons samen en een vriendin, Lore, was erbij. En we hadden toen net een YouTube-video opgenomen waarin we unicorn-spulletjes gingen testen. Ja, dat staat op mijn YouTube-kanaal, als jullie heel ver naar onder scrollen dan vinden. Ik heb daar nog een diadeem van in mijn huis. Together forever! Die is cool, hè? Die is schattig! Ja. Prachtig, magnifiek! Mwah. En dan hebben we nu nog een special. Eigenlijk wel echt een rare TikTok en hij is nooit online gekomen, want hij was geblokkeerd. Dus jullie hebben hem nog niet gezien. En eigenlijk is het maar van een jaar geleden, dus niet eens zo oud. Linte was er ook bij. En we vinden hem wel grappig, maar ook wel een beetje raar. Dus hier komt hij. Music make you lose control. Music make you lose control. Dat was wel echt een goeie. Allee, zo fun gewoon. Hij was hilarisch. Hij was magnifiek. Zo, dit waren enkele van onze oude TikToks. Ik had ook al, by the way, een maand geleden een deel 1 gemaakt van allemaal oude TikToks van mij. En jullie vonden dat super leuk. Dus daarom dachten we eigenlijk gewoon om dat nog een keer te doen. Als jullie graag een deel 3 willen, laat het dan zeker weten in de reacties. En reageer ook welke TikTok jullie favoriet was van die jullie vandaag hebben gezien. Dus reageer in de reacties. Vond je deze video leuk? Vergeet dan geen duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal. En dan zien we jullie terug bij de volgende video. Ciao! Mwah! Oei, 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 oei. Zodat ik weet. Cool! Volgende doen we van ons samen. De volgende. Ja. Oh, godzijdank. Zij is heel actief. Bye!